Vandaag in alles wat groeit en boeit aan het einde van het jaar 2018 blikken wij terug op een hoogtepunt voor Weesp, maar ook een hoogtepunt voor Kees van Vliet en al zijn medewerkers. 8 november 2018, precies 2 jaar na die brand, werd de nieuwe torenspits weer op het kerkgebouw gehezen. Weesp was erbij en genoot en het ging goed. En dat was dus een hoogtepunt voor heel veel Weespers. Absoluut. Ja. Vakwerk. Ja. En daar geniet ik van. Ja, ik ben bouwkundig, dus natuurlijk heb je ervan geniet. Kijk, we hebben de juiste te pakken. Ja. Nee, dat is, was inderdaad topwerk, zonder meer. Ja. Zou er iets fout kunnen gaan? Nee. Nee, we gaan er natuurlijk niet vanuit. We hebben alle scenario's hebben 22 keer de revue laten passeren. Maar ja, ja, weet je, je weet nooit wat je over het hoofd gezien hebt met elkaar. Hè? Nee. We hebben alle zorgvuldigheid betracht die er mogelijk is, maar ja. Hij leert het nooit, hè? Volg hem maar zelf.
Thank you.
Was er veel pers? Heel veel. Ja, ja, we hebben totaal 13 redacties hebben we gehad. Zowel krant, regionale media, landelijke media. Dus we gaan het zien. Ja, heel spannend. Maar heel trots. Ja, heel trots. Je vader was een beetje zenuwachtig, hè? Ja. Hoe is hij nu? Dat is ook niet raar. Hoe is hij nu? Heel erg opgelucht. Ja, heel erg opgelucht. Dat, ik heb hem de afgelopen week als een kip zonder kop af en toe om me heen zien rennen. En als je dan aan hem vroeg, heb je alles onder controle? Ja hoor. Dat, dus hij deed er wel een beetje stoer over, maar het is, ja, het is natuurlijk niet niks. Nee. Even dichtbij. Wat is er aan de hand? Nou, Marcel Reinhardt. Ja, wat is dat? Was projectleider op 8 november en is het nog steeds? Ja, precies. Ja, ja. Hoe is het gegaan? Nou, buitengewoon fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Weet je, ik bedoel, beter had niet gekund. Nee, volgens mij ook niet. Nee, beter had niet gekund. Het weer was goed. Het ijzer ging goed. Ja. Weet je wat ik gisteren al zei? Weet je, het ijzer zelf is uiteindelijk maar een paar minuten werk. Ja, die jongens zijn dan best nog wel een uurtje bezig om het goed vast te krijgen. Ja, dus het is niet zo dat hij nu al los kan. Dus het moet er nog 48 bouten doorgeboord worden. Zo. En voordat die kraan los kan, mag, dat is allemaal overleg met de constructeur vooraf natuurlijk. Ja. Dus nou ja, dan, daar zijn ze nu mee bezig. Hoe laat wordt dat ongeveer? Ja, daar zijn ze, nou, het is nu 12:30. Ja, ze zijn zeker nog wel een uur bezig voordat die kraan los kan. Ja, dus nou ja. En dan het moment supreme, de gouden haan, wordt door twee geheime personen geplaatst. Precies, en dat houden we nog even zo. Ja, maar dit wordt niet uitgezonden nu. Nee, maar daarom. Ik bedoel, jij spreekt maar later nog een keer. Ja, daarom, ik ook. Hey, en waren er nog onverwachte momenten dat je dacht, oh jee? Nee hoor, nee. Ik bedoel, het ging allemaal heel voorzichtig. In de eerste instantie ging die niet helemaal recht. Dus moest er nog een klein beetje aan de strop en een klein beetje bijgestuurd worden. Aha. Nou, dat hebben ze gedaan en toen ging die er prachtig mooi in. Ja. Er kwam iets los van de grond en ging die ietsje scheef. Nou ja, dan... Oh ja? Ja. Dat is jouw ontgaan natuurlijk. Ja, dat zagen wij niet. Nee, dat is me goed ook. Dat is me goed ook. Dus het was eigenlijk iets te zwaar, of was de balans niet goed? Nou, als de ene strop ietsjes langer op een of andere manier is dan de andere, dan krijg je dat natuurlijk, dan gaat het scheef hangen. Ja, ja, ja. En dan moet je even bijsturen door een paar andere D-sluitingen erin te zetten. En dan, maar dat is ook gebeurd. Ja. Ja, dat flesje wijn, dat komt eraan straks. Hè? Ik denk dat we recht op hebben vanavond, toch? Ja, dat weet ik wel zeker. Oké, okay, dankjewel. Oh, yeah.